Hallo allemaal! Leuk dat je kijkt naar Split Splint, een nieuwe video. Ik ben het Ritske van Konijn 5 en leuk dat je weer kijkt. Als allereerste wil ik even een nieuwe kapsel laten zien. Kijk, hier, ik had het wel een beetje verborgen onder mijn muts. Maar ik wil wel eens even van jullie weten hoe het me staat, wat jullie vinden. Maar goed, voor de rest wil ik even zeggen, misschien heb je mijn vorige video wel gezien. Heb je het niet gezien dat ging over Q&A? Nee, ik denk dat de meesten het niet hebben gezien, maar... Klik hier even op, okay, hier eigenlijk boven, hier ergens, om even te kijken. Het gaat eigenlijk meer over wat ik heel kort even wilde vertellen over die ene jongen misschien. Die was iemand die is heel ziek en zo, blablabla. Bla bla. En het enige wat ik zeggen wou dat het weer goed met hem gaat, dus ik wil zeggen, nou, ga zo door verder, ik ga er verder niet op in. Maar ik heb een stukje gelezen en ik wou gewoon zeggen dat het weer goed met hem gaat, dus ik ben heel blij mee. Voor de rest wil ik even zeggen, nou, het wordt weer koud, het is best wel koud in Nederland en Friesland trouwens. En je hebt het misschien wel vaker bij zien komen, deze Friese muts heb ik daarbij. En ik heb nog een Friese sjaal. Maar dan heb ik van het laatst, van iemand, zomaar, onderweg deze hele mooie handschoenen gekregen. Dat zijn deze twee. En ik moet zeggen, ik ben er wel heel trots op, ik kan ze wel even voor de grap aandoen. Ze zijn maar wel iets te groot, maar dat maakt niet zoveel uit. Zo, dat is een stuk beter. Deze heb ik gekregen, lijkt wel een beetje overhandschoenen vind ik. Het lijkt wel, maar het zijn van die duimhandschoenen. Ik heb ze vroeger ook gehad, niet deze, maar ik heb wel vroeger van deze soorten gehad. Ze zijn wel erg lekker warm, maar ja, ik denk niet dat ik ze heel vaak aandoen. Maar ik wil diegene wel heel erg bedanken. Ik heb van een vreemde heb ik deze. En ik vind deze wel heel erg mooi dat ik ze heb gekregen, dus ik bewaar ze heel goed. Zo. Dit waren mijn nieuwtjes allemaal even op een rij. Volgende week ga ik nog even een leuke video doen met jullie met al de snoep en dergelijke. Wat ik voor de rest nog even zeggen wou, is... Ik kreeg de laatste tijd heel veel vragen over wanneer ik een nieuwe vlog ga maken, wanneer ik een nieuwe video ga maken. Over vloggen, dat moet ik even één ding zeggen. Ik weet niet precies wanneer ik ga vloggen, dat is een beetje random. Ik zal dat zelf niet weten. Maar over video's kan ik wel heel veel vertellen. Ten eerste wil ik zeggen dat ik de 108 abonnees heb gehaald. Misschien staat het nu wel meer, ik heb geen idee. Ten tweede wil ik zeggen, wil je me heel graag volgen, dan kan ik dat door abonneren. Dus ik zou zeggen, doe dat vooral. Maar wat je ook kunt doen, is je hebt hieronder een belletje. Ik laat er wel een foto van zien. Met dat belletje kun je afdrukken, je drukt het weer op. Je drukt meldingen aan. Je drukt meldingen aan en zo krijg je, als het goed is, via mail of altijd een berichtje van wanneer ik een nieuwe video heb upgeload. Dus ik zou zeggen, doe dat vooral even. Vond je deze video nog hartstikke leuk? Geef dan even een blauw duimpje omhoog. En zoals ik al net ook zei, abonneer op mijn kanaal. Dan zien we jullie later weer in een volgende video. Dan ga ik wat 10 van ouderwetse snoep behandelen. Maar dan zie je later weer in de volgende video en ik zeg doei!